verderop neemt Melanie de drie jongens mee naar het park, terwijl hun babyzusje thuis blijft bij moeder Yui. En diezelfde Yui heeft Melanie opgezadeld met een taak die haar doet huiveren. Oh, dit is wel vet. Het lichtjes. Oh, ik vind het zo eng. Dat je weet niet waar je heen gaat. Als ik niet weet waar ik heen ga, dat vind ik sowieso al eng. Omdat ik dan niet weet wat er gaat gebeuren en waar ik me op moet voorbereiden. Oh, dat klinkt zo autistisch, maar dat zit in de familie, dus dat is niet erg. Nee, maar dan zit je in zo'n auto en dan denk je, oké, je moet je laten leiden door zo'n machine. Met een auto die niet van jou is, met kinderen die niet van jou zijn. Dat idee is gewoon echt heel erg eng. En dat was de eerste keer. Ik ga altijd zelf mijn auto wassen, omdat het idee dat het dan beter schoon is. Ik ben gewoon mis. Ik ben gewoon misselijk van de spanning, echt. Car wash, dat ga ik nooit meer doen. Dat ga ik echt nooit meer doen. Al zegt ze 1000 keer, al geeft ze me $100, ik ga het niet doen. Oké, all the chairs and all the clothes need to go out of the car. Strong boy, yes, strong boy. Hey, Lauren, can you give me the clothes there? And the diapers? Don't get angry with me. Oké, now the next one. You're such a strong boy. Thank you. Car was ook super goor. Zand, natte kleding, etensresten, 6 of 7 pampers, spullen. Ik heb echt die hele auto omgekeerd. Maar het is zo leuk, want de kinderen helpen gewoon. Push the red button. The vacuum's ook al aan. 1, 2, 3. Hey, Luan, come on. Here, try. It's not a monster. Ze zijn bang voor die stofzuigers. Als ik hier ga stofzuigen, zijn ze bang en dan gaan ze hun handen op de oren doen. Maar daar was het dus ook. Dus ik ging op mijn hurken zitten, zodat ze eerst konden voelen. En dan pakken ze hem heel... En dan gaan ze heel stijf gaan ze dan stofzuigen. Maar het is zo aandoenlijk. Thank you for helping. Wanneer de auto glimt als nieuw, kan het gezelschap eindelijk door naar het park. I think Maricella will there be too. Yeah, you're looking backwards, focused, driving. I'm always focusing on driving. Die oudste is echt superbazig. Die bepaalt alles. En als je iets verkeerd doet, dan krijg je het direct te horen. Echt met de seconde. Soms moet ik ook even, dat is echt een soort reflecteermomentje. Oh ja, ik weet ook, denk ook alles beter te weten. Eenmaal aangekomen in het park, heeft Melanie's hoosmam nog een verzoekje. Hi, we're at the park, it's nice. So I need to come home and then you can pick up the lamp. But can you use the Tesla? Or not? But I can't go here away right now. Oké, goodbye. Toen werd ik gebeld door de moeder, Yui. Van ja, Melanie, kun je naar huis komen? Ik zeg, ja, ik zeg, we zijn net begonnen. Ik zeg, ik ga niet nu naar huis komen. Ik zeg, want als ik alle kinderen meenemen, zegt ze, nee, kom maar gewoon alleen. Ik zeg, ja, maar ik laat de kinderen niet alleen in het park. Ja, nee, maar doe maar gewoon. Ik zeg, maar waar, wat heb je van me nodig dan? Ja, ik wil een gratis lamp afhalen. Ik zeg, ik ga niet naar jou, zodat jij lampen kan ophalen. Kan ook vanmiddag. Ja, dan spreek ik haar wel gewoon tegen, want ik ga niet de kinderen alleen laten. Want het is mijn verantwoordelijkheid dat de kinderen in het park zijn. Vervolgens komt die moeder aan fietsen op de fiets. Het eerste wat ze zegt is, ja, mag ik de autosleutels? Dus ik geef haar de autosleutels. Car is on the other side. Toen ik denk, de baby. Ze had gewoon baby alleen achtergelaten. Toen dacht ik echt, nee, dat kind is 10 maanden. Het mag niet alleen. Nooit. Geen seconde. Dus ik was ook echt zo boos van binnen dat ik dacht, ja, kom op zeg. You can play with it, but it's his story. So if he wants it back, you need to give it back, okay? De avond valt in Honolulu. En terwijl Deja en Antoine de bloemetjes buiten zetten, gelden in huis Hampshire nu Miss Quincy's regels. Dinner's ready! Hallo! Where you wanna sit? No. On this table. Because I'm gonna sit with you. Because I like to eat together.
Come on, girl. You can choose wherever you want to sit, but it's got to be on this table. Where's my iPad? You don't need your iPad, because we're going to eat. When you're done eating, you can get it back. Eigenlijk luisteren ze wel heel goed naar mij. Ik hoef ze alleen maar aan te kijken en denk ze al, oh, daar is Miss Quincy. We gotta behave. No iPad, sir. Why? We gotta eat first. You like it? Good. Ja, het smaakte niet zoals het moest smaken, maar goed. Het was te eten. Mooney. You're overreacting, for real. No, for real. Oké. Okay. We hebben voor het eerst met z'n allen aan tafel gezeten. Dat gebeurt nooit. Het is altijd iPad erbij en iedereen eet op zijn eigen tijd waar die wil. Maar wat ik wel echt anders wilde is het naar bed gaan. En daar ben ik ook druk mee bezig. It's time! Yes. I thought you were playing it. Yeah, but she it's has to go. Eight, yeah, but that's why she has to go. It's okay, honey. Je moet heel veel geduld hebben. En al helemaal omdat ze niet gewend is om op bed gebracht te worden en in haar eigen bed te slapen. Maar gewoon volhouden, haar hoofdje aaien en slaapliedjes zingen. Dan snapt ze vanzelf wel, ja, ik kan wel blijven huilen, maar het gaat niet werken. As wedding bells rang out above the castle doors, the prince and Cinderella celebrated below in a carriage fit for two. I'm gonna get you some water. And then we're going to sleep. Mooney! Where is he? No. Are you hiding, sir? You know what time it is, right? No, no, don't go there, please. Don't go there. Because... Let her. Just act like you don't see her, please, because I have to start over if she sees you. You gotta take a bath. Tilman loopt dan de hele tijd langs. Dan ziet zij hem en dan gaat ze om hem roepen. En hij wil dan ook echt komen, want ja, tuurlijk, dat is hij ook gewend. Dus ja, Tilman moet er ook nog even aan wennen. I'm coming, Zayd. Calm down. It's enough with the music. Ik ben altijd heel bang als de kleine meid slaapt, dat iemand haar dan weer wakker maakt. En Chavez is daar echt een koning in. Hij moet van mij douchen nadat zijn bad is geweest. En dan doet hij heel graag een muziekje op, ook al zeg ik geen muziek. Hij houdt heel erg van zingen onder de douche en andere gekke geluiden maken. Alexa, stop. Dan kan hij ook nog eens als een ster heel wild zijn bed inspringen. En zijn bed kraakt heel erg. Dus dan is de kans heel groot dat zij haar oogjes weer open doet. Gelukkig ging ze deze keer weer heel gauw verder slapen. Maar ja, dat haalt wel het bloed onder mijn nagels vandaan. Dat is echt het kutste wat er kan gebeuren.